lopen is. En dan zie je ze komen lopen. Ja. Hi, this is Siri. Ruimersmoe competing in the Open 21.1. .4 off the wall. Ik zal hem al zelf beginnen, maar dan moet ik gewoon achter de lijn staan. Tijdlozer gaat het niet meer tot de middag. Nirvana. Thomas Capella heeft met de metaal de soundtrack geschreven voor de ene reeks Boos Sejour. Geef me een dag. Thank you.
Thank you.
tot. Verschillende landen zijn even gestopt met dat vaccin omdat er mogelijk een verhoogd risico is op bloedklonters. Maar voorlopig is er geen concreet bewijs dat het vaccin effectief een hoger risico op klonters geeft. Viroloog Johan Neitz blijft ook benadrukken dat de voordelen van dat AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de eventuele nadelen op de kans op het ontwikkelen van bloedklonters betreft. Als je laat vaccineren, dan ben je beschermd tegen de infectie. En we weten van die infectie dat mensen, als ze ernstig ziek worden ervan, dat ze ook bloedklontertjes kunnen ontwikkelen. Dus geen vaccinatie, kans op ziek worden, kans op bloedklonters. Als u zich wel aan het vaccineren, ja, dan heeft u veel minder of geen kans nog om ziek te worden. Gaat u natuurlijk ook geen bloedklontertjes door die infectie. Voor 7 op de 10 Belgen heeft de coronacrisis geen impact gehad op de koopkracht. Maar 7% van de Belgen zag zijn inkomen met meer dan een kwart dalen. En dat is dus zwaar geraakt. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van Test aan Koop. De bevraging bij bijna 5000 Belgen hebben ze uitgevoerd. Voor heel veel Belgen die hun inkomen niet zagen dalen, was het gemakkelijker om te sparen, zelfs Test aan Koop. Dat hebben we tijdens de coronajaar gezien dat de supermarktuitgaven op zichzelf hun prijs waren gestegen. En natuurlijk is het een uitgave waar niemand omheen kan. En als je dan al in de moeilijkheden zit, bijvoorbeeld over de tijdelijke werkloosheid, hè, want dan krijg je niet je volledige inkomen, en je wordt dan geconfronteerd met noodzakelijke uitgaven die duur zijn geworden, ja, dan wordt het leven nog moeilijker. En Telenet gaat zijn 5G-netwerk uitbouwen zonder Chinese partner. Dat is opvallend, omdat Telenet tot nu toe wel samenwerkt met een Chinese netwerkleverancier. Het bedrijf wil liever samenwerken met het Zweedse Ericsson en het Finse Nokia. Telenet zelf zegt dat die partners heeft gekozen op basis van technologische, financiële, duurzaamheids- en veiligheidscriteria. Eerder koos het proces voor een samenwerking met Ericsson en Nokia, maar niet voor het Chinese bedrijf waarmee het opnieuw samenwerkt. Het is meer westerse landen zijn ze samen te werken met Chinese technologiebedrijven uit vrees voor spionage. We zullen behoorlijk met enkele buien vandaag. De maxima tussen 3 en 10 graden. Morgen opnieuw nattigheid. Het blijft erg fris weer met maxima tussen 2 en 7 graden. Voor elke sfeer pas in de tv. Dat is Veronova. Negatief met kubus, parket en badkamer. Rob heeft vergooid alles op, maar nog niet om te verlichten. Wel om jouw plaatsen binnen te laten. Waar heb jij zin in?